ben zo lucky as fuck. Deze beweegt ziek erg, maar ik ga hem... Oh, ga ik dit doen? Hij zegt aan het hula hoepen of zo. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag zit Gummy Fans Reel deel 2. Want het wilden heel veel mensen. Mm-hmm. En we dus ook weer met de zaggerijnige Jamie. Nou, eigenlijk niet. Vertel, wat wilde je erover vertellen? Nou, het is toch super ongemakkelijk om zo lang in de kamer te kijken als je dat niet gewend bent. Maar dus nu hebben we deel 2. En we hebben ook levende meelwormen. En daar ben ik eigenlijk best wel bang voor. Dus man, laat het eerst maar komen. Oh, nee, ik wil echt niet die meelwormen. Ja, maar jij wilde het eerst wel. Ja, maar ik dacht dat ze niet levend waren. Mag ik beginnen met kiezen? Ja. Oké, ik hou hem. Oké. 3, 2, 1. Oh, dit vind jij toch eigenlijk altijd heel lekker? Dit is een rauwe spaghetti. Maar jij koudt hier altijd op. Nee, dat deed ik wel vroeger hoor. Krakt helemaal. Het is max mooi bij mijn shirt. Vind je dit echt lekker? Ah. Nou, ja, op zich wel. Brengt al een. Ik vind het nou niet lekker. Het zit er geen smaak aan. Het knarst in je tanden. Ik heb ook het idee dat zo'n meelworm ook zo gaat knarsen. Als ze gedroogd zijn, wel. Als ze leven, komt dat bloed en alles uit. Echt niet. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Niet echt spectaculair dit. Nee. Oké, ik mag kiezen. Ik wil het houden. Oké, 3, 2, 1. Yes! Oh, hamburger! Oh. Ja, ik ging dus naar... Ik ging dus naar de McDonald's en ik vroeg, mag ik een 1 euro hamburger? Zegt die man, ja, die hebben we niet meer. De 1 euro hamburgers zijn 1,20 geworden. Klopt, echt heel triest. Dus ja. Oh, ik had echt zin in hamburger. Ik hou van deze... Oh. Dit zijn gewoon hamburgers. Wat heb je? Oh. Maar er zit altijd maar 1 augurk op. Ja. Maar dit is nog zielig, want dit hamburger is dubbel. Ja, dat is echt wel lullig hamburger. Nou, ik ga genieten. Ik heb deze nog nooit op. Ik had ook niet zo'n ander merkje, maar... Mag ook een hapje? Ik wil de proefwerk. Ik heb nog nooit gegeten. Mag. Ja, dan hoef ik het ook niet meer. Zijn die hand... Oké, heb je hier niet gelukt? Nee. Kunnen mensen het eten voor een lol? Nou, misschien nog nu koud warm is het wel lekkerder, ja. Dat is zo'n droog broodje en zo. Warm is het wel lekkerder. Nee. Kom maar door met het volgende. Dit keer mag jij kiezen. Ga ik het je ruilen? Ruilen? Oké, 3, 2, 1. Oh, ei! Oh, ik heb eigenlijk best wel veel zin in dat ei. Nu is geen ei. Nu gaan mensen waarschijnlijk weer haat op mij omdat ik geen ei lust. Ja, maar wat voor jou gezet. Oh, dat is heel oud. Oh, misschien is het wel lekker. Het is echt oud en taai. Stinkt wel. Ja. Weet je, heb je nu altijd zo als je dit, als je ei eet, dat zo, moet je neus doen. Als je in je hoofd hoort zo, zo viezig. Niet bij gillen, maar bij bitter, moet je weer wit voelen. Ik ga hem houden. Oké, 3, 2, 3. Oh, jee, van boze. Nou, lekker. Mag ik ook even jou? Uitwisselen. Weet je wat er altijd is bij framboos? Ik weet niet, moet je een neus in je mond doen? Dan proef je soort van boze. Die buitenkant proeft eerst heel droog, maar dan kou je erin en dan is het echt zo lekker zoetig. Proef het aan de buitenkant. I know. Nee, het is echt apart, maar wel lekker. Shake it off, shake it off. Oh, it just gonna hit. Hey. Het is wel een. Ik denk dat het een meelwormen zijn. Wil jij mag kiezen? Hou het. Hou je het? Oké. Nee. Jawel, je houdt het. Je hebt het niet gezegd. Okay. 3, 2, 1. Oh, nee. Sushi! Oh, ik heb de echte sushi, maar jij houdt van sushi en ik niet. Maar dit is ook al leuk. Ik heb deze sushi. Ja, dit is ook en laat jouw sushi ook even zien. Dit is echt helemaal van snoepjes. Mm-hmm. En ik hou eigenlijk helemaal niet van echt sushi. Ik vind komkommer sushi een beetje lekker. Ga maar kijken. Maar ja, gaan we kijken. Oh, ik heb ook echte stokjes waar ik niet echt mee kan eten, denk ik. Oh. Hoe? Oh, dat is wel lekker een combi. Het stinkt wel echt naar vis, zeg. Ik ga wel gewoon een komkommerding eten. Ik wil het ook. Hoe gebruik je stokjes? Zo. Oké. Okay. Lekker. Ja, zoetig. En dat is ook echt cute gedaan. Je zo wat wasabi in een... Zo, dat is heel zout gemaakt, zeg. Wat zout? Ja, die sushi. Dat is heel zoet. Wel lekker. Maar... Het heeft nog hetzelfde zout en zoet. De soja is van vis. Soja is gewoon vis op pis. Soja. Jamie zegt soja saus is pissepis. Dat is grappig. Oké.
Sojasaus was ook lekker, joh. Ben je wel goed? Echt alsof je te zoenen met een vis of zo. Nou, het is toch. Oké, okay. Je hebt nog geen één keer geruild. Ik... Is het een teken dat je wil ruilen? Of... Nee, okay, maar ik zeg gewoon... Ik heb wel een heel sterk het gevoel dat dit... Ja, ik ook! 3, 2, 1... Oh! Lekker! Dit is persik! Waarom vind je dat zo geniepig te lachen? Maar het is geen persik, zei zo'n jongens. Dus we moesten persik uit blik nemen. Nou, eww. Lessen van Mandy. Het ziet er wel apart uit, inderdaad. Oh! Oh nee! Oh, het is heel glimmerig! Oh, sorry. Nou, maar gewoon lekker. Wel een beetje neppig of zo. Nou, ik hou van persik. Persik geur, persik smaak. Dat is ik. Ik dacht nou, duw je het echt in mijn neus. Hij vond het trouwens echt super grappig om al die reacties te lezen. Want die haatreacties, Jane had heel veel haatreacties gekregen. Sorry, maar dat was echt een van de meer, sommige ging echt gewoon stuk om. Ja, maar sommige gingen ook wel echt een beetje te ver van de reacties. Jane ziet eruit als het meisje met een vriendje en die heel populair. Ze ziet eruit als een nerd zonder vrienden. Nou, dank jullie wel, jongens. Maar weet je wat het gewoon is? We weten niet waar we voor komen. 3, 2, 1. Ik ben zo lucky as fuck. Oh ja, dat ga ik eten. Wat is er stank in mij? Ze hebben mee. Oké, ik ga het al alvast. Kijk, aan de ene kant. Eten. Aan de ene kant vind ik het best wel cool zo. Want ik moet wel een keer gegeten, maar aan de andere kant ze bewegen. Gaan we het tegelijk doen? Nee, jij gaat eerst. Oké, ik ga het vast. Ah! Wacht, zal ik hem eerst onthoofden? Nee, je moet wel in één keer. Nee. Met die sushi. Dan gaat hij straks lopen in je lichaam, man. Nou, Jamie moet even niet aanstoten. Kijk, Jamie. Dat is zielig, je gaat hem straks opvreten. Moet je nu niet gaan vrienden maken. En nu is mijn vriend geworden. Oké. Okay. Het enge is gewoon dat hij nog leeft. Dan gaat hij splashen. Nee, niet doen. Ah, ik ga heel erg. Hij komt er te leven. 3, 2, 3, 2. Mijn hart gaat echt zo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eww, is lekker. Is lekker. Het is erger op het moment dat je hem gewoon in je handen hebt, dan beweegt hij. Maar nu heb ik gewoon iets. Het smaakt eigenlijk nergens naar. Het is een soort garnaal, denk ik. Nee, het smaakt nergens naar. Het is gewoon een goed kouwen. Want anders heb je het gevoel dat hij leeft in je buik. Proef het. Het proeft nergens naar. Het valt echt mee. Oké, ik doe er ook nog wel eentje. Deze beweegt ziek erg, maar ik ga hem... Oh, ga ik dit doen? Hij zegt aan het doen hoepel of zo. 3. Nee, ik weet het niet. Jawel, doe hem in je mond en dan ga je gelijk kouwen. Het valt mee. Ja? 3, 2, 1. En, wat proef je? Niks, hè? Nee. Maar heel geen smaakje. Nu wel, net al had ik dat niet. Valt toch mee? Nou, voor je idee moet je wel heel goed kouwen, anders dan leeft hij straks nog. Zullen we door naar de volgende? Dat waren meelwormen. Zijn bijna klaar. Oké, okay, jij mag kiezen. Ik wil het houden. 3, 2, 1. Yes. Ik heb een neppe dolfijn. Nou, hoe is het, de vis? Lekker. Ik hou niet van vis, dus ik ben blij dat het toch niet uit, maar het is wel lekker. Mag ik nog een stukje vis? Zullen we gewoon nog een stukje. Nou, dan was dit het laatste. De meelwormen waren best wel het hoogtepunt, maar het was toch minder erg mee. Dan verwacht. Ja, het viel echt mee, want ik dacht echt, dan gaat het zo bewegen in je mond. Ja. En als je er niet op koud, dan voelt het waarschijnlijk ook gewoon bewegen. Maar het idee gewoon, dat het maakt het idee is vies. Inderdaad, dat het leven dat je het dan in je mond moet stoppen. Maar het viel mee. Ik zou het niet aanraden om thuis te gaan eten, want het is niet heel lekker of zo. Nee. Nou, dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren en tot de volgende keer. Nou, joe! Doeg!